Benjamin Verdonk duikt in de absurditeit van de menselijke conditie met de voorstelling Not All Who Wander Are Lost op zaterdag 13 december bij Plaza in het Natlab. Verdonk is eigenlijk acteur, maar hij combineert inmiddels allerlei vormen van podiumkunsten, performance en objectentheater met elkaar. Voor zijn jongste creatie start hij met het idee van een tafeltoneel. Not All Who Wander Are Lost is een voorstelling die je moet beleven. En dat kan op zaterdag 13 december bij Plaza in het Natlab. Het Symfonieorkest Eindhoven viert haar 45ste verjaardag met een groot concert op zondagmiddag 14 december in het Muziekgebouw. Het orkest begon in 1969, toen nog als Helicon Symfonieorkest. Dat was ook het jaar dat de eerste mens stappen zette op de maan. En dat biedt genoeg inspiratie voor een etherisch programma. Op het programma staan onder andere Mussorgsky en het derde pianoconcert van Prokofiev. Het 45-jarig jubileum van het Symfonieorkest Eindhoven, zondagmiddag 14 december in het Muziekgebouw. In het Parktheater een voorstelling die niet bedoeld is voor The Week of Heart. Op dinsdag 16 december brengt theatermaker Jacob Alboom namelijk horror op het toneel. Alboom maakt beeldende voorstellingen zonder tekst. En met horror creëert hij een duistere wereld waarin krachten die groter zijn dan wij zelf de touwtjes in handen hebben. Letterlijk. We make people happy. Op het puntje van je stoel, of misschien kruip je er zelfs onder. Jacob Alboom's Horror op dinsdag 16 december in het Parktheater. Idols-winnaar Bo Titulaar gooit het roer om. Hij veranderde zijn naam in Bo Saris en verovert ons land nu opnieuw met een nieuwe sound. Op zondag 14 december komt hij naar de Effenaar. How can you call yourself a player when you're just half of a man? You truly feel that you're the savior. Bo vertrok naar Engeland en sloeg daar topproducer Dre Harris aan de haak, die eerder werkte met onder andere Michael Jackson, Usher en Robin Thicke. Het eindresultaat van die samenwerking is het album Gold. Met meer soul dan ooit. Bo Saris op zondag 14 december in de Effenaar. Voor meer uittips kijk je op uitineindhoven.nl.